Goedemorgen iedereen, welkom. Fijn dat jullie erbij zijn bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loran en we zijn aan het fietsen hier richting Schoonaarde, want daar heb ik afgesproken met iemand om 125 kilometer te rijden vandaag. We rijden richting Nevelen, langs het water. Viertal uurtjes, iets meer, een lange duurtijding vandaag. Fijn dat jullie erbij zijn, fijn dat jullie aan het kijken zijn. Alleszins, we gaan er een mooie dag van maken. Vandaag is het ook Belgisch kampioenschap, dus dat ga ik ook kijken. En dan gaan we er even van genieten. Hè. Vergeet zeker niet even te liken, vergeet zeker niet even te abonneren. Dat we richting de 600 gaan. En als we dat kunnen halen, zou dat fucking geweldig zijn. Dus abonneer maar even. Sorry Jente, voor de verandering ben ik weer eens te laat op een afspraak. Het is waarschijnlijk al 10 over 11 of zo. Hij staat daar aan dat geel huis. Hij gaat boos zijn. Nee, hij gaat niet boos zijn. Hij gaat gewoon dat ik te laat ben. Man, man, man. Ik ben letterlijk elke keer te laat. En er is daarnet ook een vlieg tegen mij. Of een wesp of zo tegen mij. En dan is dat helemaal geel uitgespat op mijn hand. Wat? Ik heb even een kwartiertje. Ja, voilà, zo is dat. You. Wat? Ja, met u? Ja. Uw live locatie is erg ginder op straat reed. Ik dacht van, wat doet die daar nu? Aan de overkant? Ja. Ah, oei. Ja, nee, ik was me aan het klaarmaken. Rustig aan het eten op het gemak. Ik zo, om half kan ik wel vertrekken, maar ik was vergeten dat dat 17 kilometer was. En dat ik er eigenlijk 36 minuten over doe. En dan was ik mijn lenzen nog aan het aandoen. Wat? Mijn lenzen. Dan die route wou er niet opkomen. Eenmaal dat iets tegenstrikt, dan stikt alles tegen. Ja, dus, en mijn benen zijn ook niet zo goed. Nu voilà. Beter, maar als ik begon met fietsen was het echt rampzalig. Maar dat vind ik niet erg, zeg. Bij u ook goed? Bij u wel goed? Dat is gewoon mee, denk ik. Hoeveel heb je gemiddeld? Bijna 30. Maar ja, kijk, ik heb 29. Naar het zuiden is inderdaad tegenwind. Mijn Garmin gaf aan dat ik aan het pieken was. Ja, ik had gestuurd. Hè. Dus jongens, je weet het, hè, we zijn in topvorm. Dames en heren, ik ga jullie iets tonen. Wat dat amazing is. Dit zijn namelijk... Wacht. We moeten even wachten tot als er de zon is. Hè. Dan gaat dat iets beter effect geven. Uno seconda, por favor. Dit zijn de best geschoren benen van Aflichem en omstreken. Hè. Oh, wow. Wow. Hier zijn we aan de brug van Van de Houwe Boys. En we gaan nu oversteken het andere deel pakken. En beginnen met de intervallen. Hè. Let's go. Oh, het is op naar 490 mogen en we steken ze voorbij. Ha. Ha. Embarrassing. Ken je dat van Drake? Embarrassing. Even tonen in het scherm. Embarrassing! Carlos de Klein. We rijden gewoon sneller dan de auto's. Hey, zoek het uit, hè, gastjes. Let's go! Veel beter gaat het niet worden, hè. Twee van de vijf intervallen gedaan. Check the view. Prachtig. Woe! Nog 60 kilometer te gaan. Woehoe! Ik ben bijna 100 kilometer gedaan. Mijn poepeke doet pijn. Oh. Al 20 kilometer of zo. Dus ik ben de kilometers een beetje aan het aftellen. We zijn nu naar Schoonaarde aan het rijden. En dan draai ik om en rijd naar huis. En dan heb ik 125 kilometer vandaag. Lekker. Ha, tijd om hoeveel koud water te drinken. We zijn daarnet ook even gestopt aan een bakkerij voor wat aquarius en wat water. En straks goed uitrusten in mijn bedje. Salut Jente. Dag. Dag Jente. Dag. Jente is weg en ik ga nu naar huis. Eindelijk om naar huis. Ik moet wel zeggen, ik had de warmte een beetje onderschat. Het is pittig warm. Het is 34, 35 graden dat het aangeeft. Woe. Dus nu richting La Maison. Zo, jongens, ik ben thuisgekomen. Ik heb mij net even gewassen. Ik ben thuisgekomen na 120 kilometer. Ik zal het even in beeld tonen. Voilà. 120 kilometer, mijn poepje deed wel pijn. Maar op zich, qua conditie ging het goed. Het was gewoon een beetje super warm. Ik heb al super mooie tennis gekregen, zoals je kunt zien. En op mijn benen ook. Dus duidelijk een fietser. Nee, ja, kijk, morgen even gaan zwemmen. En dan dinsdag even lopen op het gemakje. Dus dan heb ik twee dagen wat rustiger. En dan kunnen we beginnen opbouwen voor nu in de zomer. Dus dat is goed. Ik ga dinsdag naar Nolan en misschien morgen naar papa even om zijn gelukkige verjaardag te wensen, want hij is jarig vandaag. En dan ga ik nu even naar beneden naar het Belgisch kampioenschap gaan kijken. Een beetje eten, een beetje drinken. Dus vanavond nog wat editen
en de vlog in orde maken, want daar was iets fout mee gegaan. Dus ik laat jullie hier en dan wens ik jullie nog een fijne dag. Ik ga even bekomen van de rit. Ik weet niet of ik het gezegd heb, maar ik heb onlangs gebeld naar het ziekenhuis voor die afspraak van mijn neus. En dat is in orde gebracht. Ik kan 31 juli kan ik gaan naar het ziekenhuis en een gesprek hebben met de arts die effectief ook die operatie gaat uitvoeren. Want de vorige arts van de neuskeel-oorarts die kon maar één operatie van de twee doen aan mijn neus. Dus ik heb die afspraak al gemaakt. En dan gaan we kijken wanneer dat we die afspraak gaan inplannen. Ik ga dat natuurlijk niet doen nu tijdens mijn training, want je gaat daarvan moeten herstellen en zo. Dus ik verwacht dat ongeveer te doen in oktober misschien. Dan kan ik daar even van uitrusten en dan daarna terug beginnen trainen voor de marathon in Gent in 2024 in maart. Ik denk dat dat zo'n beetje het ding is. Ik hoop dat ik tegen dan nog plaats ga hebben, maar dat gaan we wel zien tegen dan. De afgelopen tijd zei ze dat er nog niemand een afspraak had ingepland voor oktober, dus dat vaak redelijk snel komt. Dus ik hoop dat wel goed gaat komen. Ik ben nu een beetje bezig aan het editen, een beetje filmpjes aan het kijken en gewoon een rustige avond dat hebben, want ik ben best choco. Morgen ga ik eerst even gaan zwemmen en dan ga ik naar mijn papa en dan ga ik met mijn papa een beetje werken, omdat mijn papa is jarig en ik moet morgen toch 8 uur werken, dus dat gaan we dan doen. Hè. Nolan is bij haar vriendinnen nu en ze blijft daar slapen vanavond, dus dan zie ik haar dinsdag, want dan ga ik naar haar. Zo, ik heb de vlog weer vergeten afsluiten. Alleszins, dat is niet waar, het is al een tijdje geleden ondertussen. Maar ik heb de vlog vergeten afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de vlog. Morgen ben ik er natuurlijk weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, ciao kus.